zit er een hele studentenvereniging bij mij. Ik weet niet hoe het is om in een studentenvereniging te zitten, want ik heb nooit in een studentenvereniging gezeten. Maar uiteindelijk gaan we dat nu de komende tijd wel te weten komen, want bij mij zitten enkele leden van Limburgia. Dat is een studentenvereniging bij de Universiteit van Gent, zeg ik dat goed? Ja, dat is correct. Ja, je hebt de microfoon. Ja, je hebt de microfoon. Ja, oké, nee, het is maar dat ik het weet. Laura, jij hebt ons een mailtje gestuurd, hè? Ja. En wat stond er in dat mailtje? Wij zijn dus de schachten van Limburgia en ja. Wij moeten ontgroend worden dit jaar. Dus we moeten opdrachten doen en een van die opdrachten was in beeld komen bij TV Limburg. Zeer goed, en jullie zijn in beeld, dus eigenlijk is jullie opdracht geslaagd. Joepie. Okay. Nu, misschien eens meteen beginnen, want ik krijg al meteen een term naar mijn hoofd genoemd. Schachten. Wat zijn dat precies? Kan iemand dat uitleggen? Ja, dat zijn eigenlijk de nieuwe leden van een club. Ja. In het begin van het jaar word je dan gedoopt en op het einde van het jaar word je ontgroend. En daarvoor moeten we dan een paar opdrachten doen. Ja, oké. Okay. En die doop, hoe zag er die voor jullie uit? Want dat is bij elke studentenvereniging anders, hè? Ja, dat viel wel mee. Het was gewoon een beetje drinken en dan het schachtenpap eten. Dat was oké. Dat was wel... Schachtenpap? En wat is dat dan voor een substantie? Ja, dat wisten we eigenlijk niet, want het was een mengeling van alles. En, was het te eten? Nee, totaal niet. Ik heb mijn best gedaan, zelfs dit. Ja. Maar heb je het opgekregen? Of is dat, dat was wel gelukt nog. Maar ja. Het is niet de opdracht dat je terug moet overgeven. Dus. Ja, uiteindelijk wel. Is het ook gelukt? Ik ben een schachtentemmer in de geleid. Dus ah, jij bent een schachtentemmer. Dat is weer een nieuwe term die ik weer krijg. Wat is jouw functie dan? Ik begeleid de eerstejaarsleden in ons club. Ik zal ervoor dat ze zich uitspoelen en ik organiseer de doop en de ontspoeling zelf ook. Oké, okay. Dus jij bent eigenlijk verantwoordelijk voor de opdracht om hier aanwezig te zijn? Ja, ik moet hier een mentale steun komen bieden. Ja. Ja, en controleren dat ze hier zijn geweest? Ja, controleren. Meestal nemen ze foto's van de opdrachten dat ze doen, maar hier wou ik wel eigenlijk aanwezig zijn. Ja, dat geloof ik ook wel. Ja. Heb je soms ook compassie met je leden? Ik probeer een beetje compassie te geven. De schachtentemmer is de beste vriend, maar ook de grootste vijand van zijn schachtjes. En dat is eigenlijk wat ik probeer te zijn voor hem. Ja, dus het is een beetje een haat-liefdesverhouding dat je met hem hebt. Ja, toch wel een beetje. Een beetje. Ja. Zeg, gaan jullie denken dan van, ja kijk, we zijn het even Limburg geweest, de opdracht is volbracht. Toch? Ja. Maar niet tussen een lawaai, hè? Dat kennen jullie ons nog niet. Ah ja, dus jullie gaan hier ook nog wel een aantal opdrachten moeten doen. Oh, ja. Nee. Kom maar even mee naar deze kant. Ja, wat? We hebben een zeer lieve meneer hier, een heel goede middag, Arno Snellens. Zet u er maar bij. Ik ga jullie wel in twee groepen verdelen. Wie heeft de microfoontjes? Dus Lara en de jonge heer. Dus jij moet wel meedoen, hè? Want jij bent. Ja, uiteraard. Dus geen kompas met jou ook. Kom maar even aan deze kant van de tafel staan. Voilà. Jullie allemaal aan die kant van de tafel, aan deze kant, want anders zien we alleen jullie achterwerk, dat is ook leuk voor even. Ik heb een beetje voor. Dus jullie twee komen maar even bij mij staan. Voilà. En Arno ertussen. Ja, voilà. Zeer goed. Wacht, dan ga ik hier staan. Zo. Voilà, Arno. We gaan zo meteen zeggen wat er gaat gebeuren. Maar eerst en vooral, je hebt een webshop in insecten. Eetbare insecten? Eetbare insecten. Ja. Insecten zijn normaal gesolliciteerd. Ja. Die worden in Nederland gekweekt. Ja. Onder regels van de ware autoriteit. Ja. Producten zijn allemaal gevriesdroog, mm-hmm. waardoor het lang houdbaar is. Ja. Geen risico met bederf. En hoe ben je er eigenlijk bij gekomen om uiteindelijk insecten te gaan? Ja, kijk, wij eten in Noord-Amerika en Europa eet men geen insecten. Nee. Maar overal op de wereld wel. Wij horen bij de minderheid. 80% van de mensen en de wereldbevolking eet regelmatig insecten. Ja. En we waren in Thailand in 2006, de vakantie. Ja, goed, en dan kom je op de markt en zie je bakken vol met insecten. En dan denk je, had je al gevist? Ja, precies. Ja, maar het bleek dus allemaal die mensen die eten wat. Ja. En daar heb ik het eerste keer geprobeerd. En ja, en je vond het lekker? Ja, gebakken krekels gegeten. Ja, die zijn lekker. Ja, en naar wat smaakt dat dan? Een notige smaak heeft het. Oké. En bestaat er een bepaalde manier om insecten te eten? Kan je zoiets voordoen bijvoorbeeld, een springkaartje of zo? Ja, hier heb ik de springhalen al voorbereid. Ja. Ik heb de vleugels en de pootjes al afgehaald. Oké, dus dat moet je zelf doen. Dus als je ze koopt, dan moet je de pootjes en zo er zelf ook afhalen. Omdat het gevriesdroogd is, is het heel bros. Ja.
En dan valt er zo wat van af. Oké. Okay. Ja, dat is krokant en dat smaakt krokant, dan... Krokant, ja. Dat is een walnoot. Walnoot, ja. Ja. Die smaakt weer net anders. Wat heb je nog allemaal meegebracht? Want nu ben ik dan niet zien. Ja. Dus je hebt de springkaan. Springkaan. Die heb je net gezien, ja. Dan heb ik hier de meelwormen. Ja. En dan heb ik hier de buffalo-wormen. De buffalo-wormen, okay. Zijn alle twee torretjes worden dat na verloop van tijd. Ja. Ik stel voor dat we... Dus we hebben twee teams. Dus jullie zijn team A en jullie zijn team B. Onthoud dat goed, want wij gaan jullie zo meteen nog nodig hebben in teams. Ik heb hier twee bordjes. Ik ga daar gewoon heel simpel... voilà. Ik ga die een beetje verdelen. Zo. En dan gaan we dan een paar meelwormpjes bij doen voor de smaak en dergelijke. Voilà, twee meelwormpjes. Zou eigenlijk een beetje zo naar peper bij moeten doen. Is dat zo? Ja, dan... Maar we gaan het ook niet te gemakkelijk maken. Nee, voilà, twee van deze en twee van deze. Kijk. Zeg maar, dit is jullie bordje. Dit is jullie bordje. Degenen die dat het eerst op hebben, die winnen de proef. En dan tel ik 1, 2, 3. Ja. De monden moeten leeg zijn. Ja, hij was er bezig, hè? Ja. Oké, zij waren net de eerste keer. Zeer goed, roesoes. Wacht, hè. Hoe bevalt dat? Bevalt wel niet. Ja, is dat zo? Lekkerder dan dat het eruit ziet. En dat heb je misschien wel vaker, Arne, dat mensen het toch lekker vinden. Ja, dat is een voordeel, wij kennen het niet. Dus, ja, en ook die chocolaatjes met de buffalo-wormen. Ja, echt. Want dat ging eigenlijk ook vrij snel, hè, dat jullie dat binnenkregen. Dus zonder twijfel toch maken. Maar eigenlijk smaakt het naar krokante koekjes. Ja, het komt er mee overweg. Ja. Dus het is beter te smaken dan jullie studentenpapje dat jullie hebben gegeven. Ja, het is gezond. Wat zit er precies in? Op niveau van varkensvlees, rundvlees, dus het koren ze heel goed. En er zitten de essentiële vetzuren in die wij nodig hebben. Alleen de gezonde vetzuren. Ja. En mineralen en vitamines. IJzer zit erin, vitamine A, B2 en D. Ja. En daar wordt dat ook mee gekookt, want ik zie hier het insectenkoop. Ja, dat is vorig jaar uitgekomen. Ja. De professoren van de Universiteit Wageningen en Kok hebben dat samengesteld. Ja. En, het is dus geen geintje. Dus dezelfde zijn drie soorten insecten die je nu bij hebt. Ja. Maar daar kan je dan een heel kookboek mee vullen. Ja, je kunt allerlei variaties maken. Ja, van zo. Wat ik ga even kijken. Ik heb hier wat. Je hebt dat voorbereid. Even kijken. We hebben hier bijvoorbeeld bugsballs. In plaats van de bitterbal. Ja. En wat zit daar dan in? Meelwormen. En dat wordt dan ook gewoon een frietvet gebakken? Ja, dat is lekker. Dat is lekker. Je moet het met kruiden werken. Dus hier, wat men nu gegeten heeft, zit nog helemaal geen kruiden aan. Dus als je dat met kruiden doet, dat kan wat veel lekker zijn. Dan kun je allerlei variaties gaan maken. Dat is de salade. Daar zit er dan, dat is een gewone salade, maar dan met... Spicy, hè. Ja. En dan kook je dat zelf iedere dag? We doen regelmatig door de salade. In plaats van croutons doen we de meelwormen. Nee, dat is ook niet. Nee. Maar ja, bijvoorbeeld bij een biertje, de springkanen. Bij de voetbal, gewoon. Ja, dat is ook heel goed. Ja, dat ze daar komen, gewoon een springkanen, dipsausje erbij. Gezond, hè? Ja, en het is ook duurzaam, want het is eigenlijk een beetje het voedsel van de toekomst, heb ik me laten vertellen. Ja, onze planeet die zal in de toekomst te klein zijn om al het vee te kunnen vormen. Ja. In 2050 zal de vraag naar vlees verdubbeld zijn. En momenteel gebruiken we al 70% van ons landbouwoppervlak. Er komen wel meer mensen bij natuurlijk. Ja, en India en China vragen jaarlijks steeds meer vlees, omdat de welvaart toeneemt. Ja. En op een gegeven moment komt het niet meer uit. En omdat dit vol met eiwitten zit, ja. Dat is een goede. Maar dit is toch, je moet dat toch massas van eten om een beetje een gevulde markt te hebben? Ja, goed. Het is, doordat het gedroogd is, het is dan 50 gram, ja. Zou het normaal 150 gram worden. Oké, okay, ja, dus het zet het programma uit. Ja, neemt vocht op en dan krijgt het oorspronkelijke gewicht weer terug. Ja, en wat kost dat dan? Dat ze nog vragen. Wat het is nu nog relatief duur, ja. Omdat er veel handwerk aan te pas komt. Ja. De productie is nog heel klein. Allemaal de nekjes ombrengen, iedereen. Precies. Maar kijk, in de toekomst krijg je mechanisatie, automatisering en dan gaan die prijzen. Dat zijn het allemaal. Ja. Nu, men kan bij jou bestellen. Ja. Insectable.nl.
Ja. En daar vind je eigenlijk alles wat je hier meegemaakt hebt, en veel meer. Ja, recepten. En workshops ook, dat geven jullie. Ja, precies. Dus dames en heren, jullie hebben het gehoord, insectable.nl. Als jullie er niet de groef van kunnen krijgen, kunnen jullie altijd bij deze fijne manier bestellen. Voilà. Dankjewel, fijn dat je erbij was, Angelo. Okay. Jullie ga ik nog even bijhouden, want we gaan het zo meteen over de jaren 90 hebben. En dat doen we met deze jongelui. Heel goedemiddag allemaal en welkom terug bij Studio TVL. 6 april, dan is het zover, dan is het weer I Love the 90s. Een avond waarin je eigenlijk alle hits van toen terug kan herbeleven. En dat kan je met onder andere de Venga Boys, met Scooter, met even kijken, Captain Hollywood en met deze, DJ Mart. Dit was 2 jaar geleden, Bart. Klopt. Ja. Is wel een feestje toch altijd, hè? Abnormaal. Echt waar, is abnormaal. Maar hoe komt dat dat I Love the 90s zo werkt, dat dat zo'n succes is? Ja, het is eigenlijk gewoon een hele avond lang puur nostalgie. We gaan volledig terug naar de 90s. We proberen ook de mensen echt onder te dompelen terug, alle herinneringen terug boven te halen. Dat is net wat ze leuk is. Niet alleen de muziek is tof, maar ook de hele show die er rond zit. We halen terug herinneringen boven, we tonen de mensen terug speelgoed van de jaren 90. Dan vraag ik met welk speelgoed ben jij opgegroeid? Oh, ik ben opgegroeid met, ik had zo'n, maar dat is nog midden jaren 80 eigenlijk, ik had zo'n elektrisch brommetje met, van Chips. Oh ja. Super, dat vond ik echt geweldig. En allemaal die dingen ja, en ook natuurlijk de Nintendo's en de Furby en toestanden. De Furby's, ja. Die heb ik nu wel niet gehad, maar oké, ja. En goed, we zien hier eigenlijk een deel van vorig jaar. Klopt, ja. Want hoe lang ben je al DJ op dat festival? Van het begin, van de eerste keer. Ja, dat is hoeveel jaar geleden? Dat is ondertussen 6 jaar geleden. Ja. Ja. En hoe moeilijk is het om elke keer opnieuw terug creatief te zijn, om daar elke keer weer een nieuwe show van te maken? Dat is een hele opgave, maar we proberen altijd zo goed mogelijk en zo origineel mogelijk uit de hoek te komen. Maar de jaren 90 was zo'n rijke periode dat dat bijna eindeloos onontbundelijk is. Dus, is dat zo? Ja, echt. Er zijn zoveel leuke dingen gebeurd en er zijn zoveel, ja, er is zoveel leuke muziek en er was ook zo'n brede waaier aan allerlei muziek. Je had rock, je had grunge, je had Eurodance, je had R&B. Dus het is niet alleen dance muziek die we daar mogen verwachten. Ja, de basis van R&B Tonight is altijd van het begin geweest. Alles draait voor een heel groot stuk rond dance en Eurodance. He, zo bijvoorbeeld To Bodies on the Fourth Floor, To Unlimited, dat soort zaken. Dat is echt de core van I Love the 90s. Maar ja, natuurlijk dat we ook wel een beetje raken aan de andere stijlen van muziek die in de jaren 90 hip waren. Maar dus je kan perfect al 6 jaar teren op de muziek die in de jaren 90 gemaakt is. Er is immens veel muziek gemaakt. Bewijzen. Ken je die dan ook allemaal? Ja, probeer dat toch. Ja. Probeer het toch. Bewijzen het feit dat ze nu eigenlijk heel veel samples uit de jaren 90 opnieuw gebruiken in een nieuwe plaat. Want het is heel vaak zo dat er. Als je nu op een vuil draait, ze zeggen van die plaat, en als ik dan origineel opzet, ja, dan zeggen maar dat is die plaat niet, jawel, dat is die plaat wel, maar dat was het. Ah, nee. Ja. Dus dat zijn wel een leuke weetjes natuurlijk. Ja, absoluut. Ja, misschien ook nog even melden dat er nu nog kaartjes zijn, maar dat het waarschijnlijk morgen gaat uitverkocht zijn. Dus als je deze sfeer wil meemaken, dan moet je zeker tijdig nog je kaartje bestellen. En deze DJ Award, die kan je dan aan de verkoop horen. Hoe laat draai je? Ja, ik ben zo'n beetje de rode draad, de Master of Ceremony, zoals het dan cool heet. Dus ja, ik begin rond 9 uur en ik eindig ergens rond 6:30 morgens. Dus, Dus je hebt al een
een straffe dag voor de boeg dan. Ik heb even te gaan, ja. Maar zeer leuk. Goed, we hebben hier ook natuurlijk twee teams van de studentenvereniging Limburgia. En zij gaan het tegen elkaar opnemen. Nu, ik had net al gezegd dat ze moesten strippen. Dat zagen ze absoluut niet zitten. Niet door hen, anders was ook jaren. Ja, inderdaad. Ja, maar deze goed team niet op de strippen. Laten we dat even duidelijk stellen. Ik zie al opluchting op de gezichten van deze dames en heren. Nee, we gaan het zo doen. We gaan jullie enkele muziekclips laten zien. Ja. Jullie moeten als eerste raden van de jaren 90 uiteraard. We blijven in de sfeer van I Love the 90s. Jullie moeten dan gokken welk liedje daarbij hoort. Als je denkt te weten, degene die het eerste goed op heeft, ja, die kan dan uiteindelijk een punt binnenhalen. De naam? De naam en uitvoerder, uiteraard. Ja? Goed. Oké, dan gaan we. We gaan gewoon de eerste clip op jullie afvuren. Wacht dan, we hebben inderdaad. Mag ik ga even jouw nummer van het zeggen, maar. Oké. Zeer goed, één is binnen. Ik kan dus niet los. Perfect. Ja, jullie gaan dan meteen bij de gast moeten bijgeven. 1-0. Voilà, we gaan verder met de volgende tip. Dat is een man. Let me say yeah! Het dansen lukt wel blijkbaar, maar weet niemand. Ik zal het wel hebben, maar we gaan voor de titel. De titel van dit nummer is genoeg. There's No Limit. Het is eigenlijk No Limit, dus ik mag het niet goed rekenen. Hoe oud waren jullie toen eigenlijk in de jaren 90 zo? Ik ben geboren in 91. Oh nee, dus... Ja. Een beetje te jong. Oké, okay. Jullie zijn de jongste van de hoop, denk ik. Ik ben geboren in 90. Ja. 94. Ja. Dat was er al lastig opgaan, maar dit zijn jongens die natuurlijk wel generaties overleven. Maar dit zijn eigenlijk vrienden. Ja, oké, maar ik ga even de microfoon terug. We gaan naar clip nummer 3. Wat denken jullie? Dat was een hele controversiële clip in de tijd. Er is helemaal positief geweest. Hij is zelfs op de FTV verboden geweest. En tijdens de verboden geweest, ja, afgelopen misschien ook zelf. Ja. Het was The Prodigy. Met Smack My Bitch Up. Ik heb ook geen punten. Ja, juist. Ja, als we het zeggen, dan weet je dat natuurlijk wel. Hè. Goed, de laatste clip die we jullie voorschotelen, kijk even mee. Heb je een idee? Ik zal zeggen dat het snap is, maar ik moet het niet voor hebben. Iemand? Ze zijn er misschien nog wat jong voor, wacht, zeg jij het maar. Power, I've got the power, power van snap. Inderdaad. Goed, 1 punt, dus jullie staan momenteel op kop. Nu, uiteindelijk hadden zij gewonnen met het insecteneten, dus het is 1-1. Dus jullie kunnen met de laatste opdracht goed maken. We hebben namelijk 2 nummers waar eigenlijk een heel bekend dansje op bestaat. Ja, dus jullie mogen heel snel iemand afvaren die het dansje gaat doen. Onze West-Vlaamse, voilà, Roeselare, zet je er maar bij. Voilà. En nog iemand? Wie gaat er het dansje doen? Het zijn heel gemakkelijke liedjes. Ik ben zeker dat je ze gaat kennen. Bedankt. Laura, oké, zeer goed. En wel, dan zou ik zeggen, Music Maestro, Bart is trouwens Fuelit. Dus jij mag beoordelen wie dat het is. Dat is de sexy, zo geweldig. Ik een beetje. Oké. Oh, opnieuw.
We zullen het van het laatste dansje laten afvallen. Het laatste dansje zal wel beslissend zijn. Oké, we gaan het gewoon meteen in gang zetten. Is dat wel iets wat jullie zeker gaan kennen? Of ze nog gaan leven. Hey, heel goed gedaan, dat was ja, moeilijk, want eigenlijk is het vlieg met me mee naar de regen. Ja, ik hou alleen van jou, ik denk alleen aan jou. Ja, misschien voor, het, voor de inzet, die kant, omdat daar meteen het enthousiasme was. Oké, okay. We hebben natuurlijk ook student geweest, mag ik jullie het zicht van ons Limburgse kristal hier meegeven. Heel veel succes nog in de ontgroening. En Bart, ga jij trouwens je nieuwste single opbrengen, Dead Feeling? Nee, ik ben evenzeer een DJ van nu, maar het is belangrijk dat Isle of the Night is Isle of the Night is. Dus geen singles van 2013. Maar dan ben ik zelf voor dat wij hem gewoon hier draaien, dat is jouw TVL. DJ Awards met Dead Feeling. En we eindigen onze uitzending met een heel nieuw spel, namelijk voetbal. 5 april kan je dat ook zelf meemaken tijdens een sportief evenement in de sporthal van Rungst. En bij mij staan er 2 heren die daar alles over kunnen vertellen. En dat zijn Sebastiaan en Ferre. Een heel goedemiddag. Goedemiddag. Ja, tjoekbal. Ik moet eerlijk zijn, ik had er nooit van gehoord. Ja, dat is voor de meesten wel inderdaad het geval. Een vrij onbekende sport. De meesten die het niet kennen. Omdat het zo nieuw is. Het is pas in 1970 ontstaan. Het is natuurlijk een nieuw als voetbal, als volleybal, als handbal erom. Een relatief onbekende sport voor de meesten. En waar komt die sport eigenlijk vandaan? Komt eigenlijk ontwikkeld door een Zwitserse bioloog, Herman Brandt. En die was van het principe dat er hele letters in de sport waren, de contactsporten zoals voetbal, handbal. En hij heeft dan een sport ontwikkeld voor eigenlijk iedereen waar fair play en gezondheid belangrijk is, waar het centraal staat. Ja. En die sport is eigenlijk vanuit Zwitserland heel de wereld gaan veroveren? Doet het overal? Ja, praktisch overal denk ik. Ja, in Taiwan zijn er vroeger, in China, tot in Duitsland, overal. Ja, er zijn heel veel naties. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Nu, hoe werkt dit eigenlijk precies? Want we zien hier een gootje staan. Goh, ik denk dat het beter even opschuiven. Verder, want jij bent, ik kom even dichterbij staan. Jij speelde de nationale ploeg van het voetbal. Ja, we spelen de nationale ploeg. We hebben 1 ploeg in België en dat is dan rechtstreeks ook de nationale ploeg. We proberen om het nog een beetje te promoten. De bedoeling is dus eigenlijk om de bal via het frame te gooien, de trampoline, en zo te gooien dat de bal op de grond landt en de andere ploeg op de bal op de grond. Maar we gaan even dichterbij de goal komen, want dit is dus de goal waar ze op aan het gooien zijn. Kom maar even verder. Dus dat is het goaltje. En wat is dan precies de bedoeling? Is, als je bijvoorbeeld de 2 teams hebt, geel tegen zwart, als je geel gooit, moet de zwarte bal van de grond halen. Kan geel gooien zodat de bal op de grond landt, zonder dat de andere ploeg de bal kan vangen en hebben ze gescoord. Ja, wacht, we gaan nog even een beetje dichter bij de goal staan, zodat we de spelers een beetje zien ondertussen dat wij aan het ballen zijn. Want het is een heel indrukwekkende sport ook. Het gaat met springen, het gaat met gooien, dus je moet eigenlijk van alle markten thuis zijn. Het is heel dynamisch, ja. Er zijn heel veel elementen van verschillende sporten die erin voorkomen, bijvoorbeeld volleybal, verdediging, handbal, aanval. Dus er komt al heel veel in voor. Ja. Is het een intensieve sport? Het is een zeer intensieve sport, omdat er aan beide kanten gescoord kan worden door elke ploeg. Het is niet zo dat elke ploeg 1 goal heeft. Nee. Dus er kan heel snel gewisseld worden aan de kant en dan moet je lopen. Ja. En wanneer mag je naar de andere goal gaan? Want het lijkt me heel gemakkelijk op deze manier. Terwijl als die andere goal onbenut blijft, dan ben je snel aan de overkant. Dan ben je snel aan de overkant. Er is altijd een opstelling dat aan elke goal aanvaller zijn. En dan kan je inderdaad heel snel van kant wisselen om verdedigers te verschil krijgen. Ja. Die nationale ploeg, hoe doen jullie het eigenlijk? En hebben jullie een naam? We zijn de Belgium Tauros. Ja. En we doen het wel goed. We trainen 1 keer in de week, dat is op maandag, in Diepenbeek in Help City, van 6 tot 8. Daar mag ook iedereen altijd vrijblijvend komen trainen. Dus niet dat we alleen met de nationale ploeg trainen, wij zorgen eigenlijk dat er zoveel mogelijk mensen kunnen komen meedoen om de sport ook te promoten. En in België organiseren wij heel veel van onze toernooien zelf. Vandaar ook nu dan Truck Nations op 5 april. En de grote toernooien spelen eigenlijk allemaal in het buitenland. Dus we gaan regelmatig naar Duitsland. We zijn in Tsjechië geweest, in Italië, Oostenrijk, Zwitserland. Dus het is wel een opkomende sport dan? Ja, het begint stelkens op te komen. Dat doen we wel fijn. Is er een bepaalde techniek om de bal op te vangen?
De bedoeling is om zo kort mogelijk in de cirkel te zitten. In de zaal is het ook belangrijk dat je knielappen aan hebt. Dan kun je één knie op de grond en hoe kort je bij de cirkel zit, dan kun je hem eigenlijk in je buik opvangen. Ja, op de beelden zien we ook dat mensen echt op de grond schuiven en zo. Hier is dat een beetje moeilijk. Maar dat is ook een van de dingen die in de zaal gebeuren. Hè? Ja, dat is een heel dynamische sport. Met heel veel geschoven worden gedoken naar de bal om de bal van de grond te houden. Ja. Het is wel leuk om het allemaal een beetje te zien. Hè? Ja, dat is een heel toffe sport. Ik vind ook zelf altijd fijn om naar te kijken en om te spelen zelf. Dus ja, natuurlijk. Ik geloof het. En kan iedereen het leren op korte termijn? Of moet je toch echt wel een sportman zijn? Tjoepel is eigenlijk een sport voor iedereen. Dus je kan het op vrij korte termijn toch wel heel snel de basis mee pikken. Ja, en er speelt ook een dame mee, zie ik. Is dat altijd gemengd? Veel van de toernooien zijn gemengd, ja. Dus dat is ook de bedoeling geweest van dokter Herman Brandt om echt een fair play te creëren voor iedereen. En hoe doen jullie dan met douchen? Ja. Ja, dat willen we vanaf. Of er gevierd moet worden of niet. Ja, maar het is wel een heel leuke sport. Nu, de studenten. Jullie mogen misschien ook eens een beetje mee proberen te spelen, om eens te kijken hoe goed dat gaat. We hebben ook nog studenten natuurlijk die aan het kijken waren. We gaan een beetje bij hun staan. Want het is wel... ze staan allemaal een beetje bij te kijken. Wacht, we gaan... We drie passen zetten, je mocht de bal niet onderscheppen en je mocht op allebei de frames gooien. Okay? Dus je mocht gewoon gooien zowel daarop als daarop en je mocht elkaar niet tegenhouden en de bal niet onderscheppen. Is het dan fout of zo? Dan is het fout en dan is de bal voor de tegenpartij. Oké, okay, je had nog een vraagje. Nee, hoe neemt je de bal dan af? Hoe neem je de bal af? De bal kun je alleen maar in bezit krijgen door als de tegenstander een fout maakt of een doelpoging. Dus als de tegenstander probeert aan te vallen, gaan jullie proberen de bal te verdedigen. Dus de bal op te nemen. Dus alleen als we tegen het frame scoren. We gaan dus proberen. Ah, wel, ik stel voor dat wij gewoon even kijken. Misschien dat jullie wat commentaar geven. Wij gaan een stapje achteruit. Dan gaan we even kijken hoe dat het gaat. Het lijkt me ook wel een hele leuke sport om te doen. Ik denk dat er ook veel plezier bij komt kijken. Hè? Absoluut. Het is natuurlijk zo. Het feit dat er geen contact is, maakt het allemaal natuurlijk wat aangenamer. Wat fijner om te spelen. En het is ook zo, je kunt het zo spectaculair maken als je zelf wilt. Bijvoorbeeld de beginnende spelers die kunnen gewoon op het frame gooien. Terwijl al de meer ervaren spelers die kunnen het eigenlijk allemaal heel chic proberen af te werken. Heel mooi proberen af te werken. Dat maakt het natuurlijk allemaal fijner om te spelen. Ja. Zijn er clubs waar jullie naar uitkijken? Zo echt zo, hè? Bij de voetbal heb je dat wel, heb je dat bij het voetbal ook? Als we dan kijken naar de grote namen eigenlijk in het voetbal, dan zit het toch wel bij Taiwan en Zwitserland. En als je die ziet spelen, dat is prachtig om te zien. Dat zijn de grote voorbeelden dan? Dat zijn de grote voorbeelden. Ja. En hoeveel trainen zij dan bijvoorbeeld ten opzichte van jullie? Ik weet in Taiwan, is het eigenlijk gelijk hier de voetbal, ze trainen dagelijks uren. En ondertussen zijn onze studenten al volop bezig. Wel leuk om dat te zien, dat ze eigenlijk leren in de spelen hier bij Studio TVL. En mensen kunnen dus, als ze willen, gewoon elke maandag in de sporthal van Diepenbeek terecht. Om dan dat spel onder de knie te krijgen. Moeten ze zich daarvoor aanmelden? Ze moeten eigenlijk gewoon naar de training komen. In Natuur Sportief Kledij. En dan kunnen ze eigenlijk gewoon vrijblijvend meedoen. En 5 april kunnen we naar het toernooi komen kijken. Absoluut. Hoe laat begint dat? Rond 10 uur s'ochtends beginnen wij met de match zelf. Het zal tot ongeveer 4:30 zijn. Fantastisch. Dus allen daarheen zou ik zeggen, heel fijn dat jullie erbij waren, Ferre en Sebastian. En morgen dan is Rudy weer van de partij. Hij ontvangt Luc Wijns en Madouk Kersting. Want zij stellen hun nieuwe film van Creamy Klaus voor. Paul van Andriessen stelt zijn boek voor. En we hebben ook nog muziek van Caroline Goris. Je weet wel, het jonge Limburgse meisje dat België kan telefoon. Dus zeker kijken. En tot dan. En er wordt volle bak gescoord.